Als je verkeerd bloed krijgt, dus bloed dat niet matcht met dat van jou, dan kan er in je lichaam van alles gaan gebeuren. Je kan koorts beginnen krijgen, rillingen, je bloeddruk kan zakken. Je kan pijn krijgen op de borst of in de onderrug. En uiteindelijk kunnen er zich klonter vormen in de bloedvaten, waardoor dat er verschillende organen gaan beginnen falen. En als er dan niet wordt ingegrepen, dan kan dat fataal aflopen. Het lichaam gaan verlaten. Dit is professor Tessa Kerp. En hoe het komt dat je van ander bloed dood kan gaan en nog veel meer over bloed, dat vertelt Tessa ons in deze video. Want Tessa is hematoloog, een bloedarts is dat, aan de Universiteit van Gent. Waarom kan je doodgaan als je het foute bloed krijgt? In bloed zitten heel veel componenten en cellen. En je kan eigenlijk een tekort hebben aan al die verschillende componenten. Wat we bij kunnen geven onder de vorm van een transfusie, dat zijn rode bloedcellen, bloedblaadjes en plasma. Wat we het meest transfunderen zijn rode bloedcellen. En hierbij is het heel belangrijk dat je een bloedtransfusie krijgt van iemand met de juiste bloedgroep. En er zijn verschillende bloedgroepsystemen, maar de meest bekende is ongetwijfeld die van A, B, AB en O. Wat is dat juist? A en B zijn eigenlijk twee types suikergroepen die zich bevinden aan het oppervlak van een rode bloedcel. Mensen met bloedgroep A hebben A-suikergroepen aan het oppervlak van hun rode bloedcel. Mensen met bloedgroep B hebben B-suikergroepen aan dat oppervlak. Mensen met bloedgroep AB hebben A en B-suikergroepen aan het oppervlak. En mensen met bloedgroep O hebben er geen. Dus die hebben eigenlijk naakte rode bloedcellen, als het ware, zonder suikergroep. Nu, de meeste personen hebben bloedgroep O. Dat is namelijk bijna 50% van de mensen, 47%. 42% heeft bloedgroep A, 8% bloedgroep B en maar 3% heeft bloedgroep AB. Nu, als je bijvoorbeeld bloedgroep O hebt, dan zijn die suikergroepen A en B voor jou vreemd. En gaat je immuunsysteem, dat erop getraind is om alles te herkennen wat vreemd is voor jou, die suikergroepen en dus ook die rode bloedcellen die die suikergroepen tonen, als vreemd herkennen en gaan aanvallen. En dat is de reden waarom het fout kan lopen als je bloed krijgt van iemand met een foute bloedgroep. Stel, je hebt bloedgroep O. Ik heb bloedgroep O. En ik krijg bloed van iemand met bloedgroep A. Dan kan ik tegen de A suikers die op de rode bloedcellen zitten van die persoon, kan mijn immuunsysteem antistoffen gaan maken. Die antistoffen gaan binden aan het oppervlak van die rode bloedcellen en daardoor gaat het bloed gaan klonteren. Dat zorgt voor een ontstekingsreactie en het kan er ook voor zorgen dat vooral de kleinere bloedvaten gaan verstoppen door die klontervorm. Oké, dus dan ben ik eigenlijk het beste af met bloedgroep O. Ja, je bent het beste af met bloedgroep O als je heel graag geeft, want O is de universele donor. Omdat die rode bloedcellen naakt zijn, kunnen mensen met bloedgroep O aan iedereen geven. Maar als je liefst zelf veel krijgt, dan ben je best af met bloedgroep AB. Want dan kan je van iedereen bloedproducten ontvangen. Er zijn heel veel bloedgroepsystemen, namelijk 200. De meest bekende is AB, ABO. Maar er is nog een heel bekende en dat is het rhesus bloedgroepsysteem. Die naam rhesus komt van de rhesus apius, waarbij dat systeem voor het eerst werd ontdekt. Nu, de bekendste, want ook dit bestaat uit 49 verschillende soorten, maar de bekendste is de rhesus D, ook wel de rhesus factor genoemd. En die heb je of die heb je niet. En dat is dat plusje of dat minnetje dat naast onze bloedgroep staat. Dus ik ben bijvoorbeeld O positief. O, bloedgroep O, naakte rode bloedcellen. En positief voor de rhesusfactor is bij mij aanwezig op mijn rode bloedcellen. En ook daarvoor matchen we bij het bepalen van bloedgroepproducten. Die bloedgroepen hebben vooral te maken met onze rode bloedcellen, maar er zit natuurlijk nog veel meer in ons bloed. En Tessa heeft er speciaal voor ons een buisje bloed bijgehaald. We zijn hier in de bloedbank van het UZ in Gent. En ik heb twee bloedbuisjes bij van twee verschillende patiënten. Onderaan zitten de bloedcellen. De rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes. Daarboven bevindt zich het plasma. En het plasma is eigenlijk het vocht van ons bloed, maar dat zit vol componenten. Dat zijn onze vetten, de suikers, de eiwitten en de zouten. En daar zitten bijvoorbeeld ook stollingseiwitten in, die heel belangrijk zijn voor onze bloedstolling. Nu, het onderste deel, dat zijn de bloedcellen. En je ziet hier al heel goed dat er een groot verschil is tussen de twee buisjes. Gemiddeld gezien is het plasma ongeveer 55% van het bloedvolume en de bloedcellen 45%. En hier zie je dat dat ongeveer klopt.
Deze persoon heeft een normaal volume aan bloedcellen. Maar hier zie je dat dat iemand is die heel weinig bloedcellen heeft. Het is iemand die een bloedarmoede heeft. En deze persoon zal bloed nodig hebben, deze niet. Nu, wat zijn die bloedcellen? Er zijn verschillende soorten bloedcellen. De rode bloedcellen, dat zijn eigenlijk de cellen die onze zuurstof en onze CO2 vervoeren door geen gans het lichaam. Het zijn die rode bloedcellen die ons bloed rood kleuren. En hoe komt dat? In die rode bloedcellen zit een eiwit, hemoglobine genaamd. En dat eiwit bindt zuurstof en ijzer. En het is eigenlijk die combinatie van zuurstof en ijzer die voor die rode kleur zorgt. De witte bloedcellen, dat zijn eigenlijk de soldaten van ons lichaam. In het leger dat ons verdedigt tegen infecties, bacteriën, virussen, schimmels en gisten. En ook tegen kanker. Het zijn de cellen die ons verdedigen tegen alles wat vreemd is en gevaarlijk kan zijn voor ons lichaam. En dan zijn er de bloedplaatjes. Geen echte cellen, maar kleine brokjes die van een grote cel worden afgescheurd. En die zijn heel belangrijk voor de bloedstolling. Het is zo, als je je kwetst en je bloedvatwand wordt geraakt, dat er dan stoffen worden vrijgesteld die eigenlijk twee zaken in gang gaan zetten. Enerzijds zullen de stollingseiwitten die zich in ons plasma bevinden, geactiveerd gaan worden. Dat is een soort domino-effect. Het eerste geactiveerde stollingseiwit gaat het tweede activeren, het tweede, het derde. En het eindproduct is fibrine. Een soort kluwen van bindweefseldraden, waarin zich dan de bloedplaatjes, die ook door die stofjes geactiveerd worden en kleverig gaan worden, uitzeeksels gaan krijgen, die gaan in die losse flodderklonter gaan zitten en die gaan er een hele stevige klonter van maken, zodanig dat het bloeden stopt. Als chance, als ik val en ik bloed, dan lost mijn lichaam dat blijkbaar wel vanzelf op. Maar dat beetje bloed dat ik verloren ben, of die bloedplaatjes die ik dan verbruikt heb om het bloeden te stoppen, dat moet allemaal toch opnieuw bijgemaakt worden. Ons lichaam maakt eigenlijk continu bloed aan. Dat begint al van bij de geboorte. Want als baby hebben we 350 milliliter bloed, als volwassene gemiddeld 5 liter. Dus daar moet heel veel gebeuren, van baby tot volwassene. Maar ook als volwassene maken we continu nieuw bloed aan. En dat komt omdat bijvoorbeeld de rode bloedcellen gemiddeld maar 120 dagen leven. Dus continu sterven er rode bloedcellen af en moeten er dus ook nieuwe rode bloedcellen aangemaakt worden. Nu, we hebben gemiddeld in ons lichaam 25.000 miljard rode bloedcellen. Dat zijn er heel veel. En omdat er continu afsterven, moeten er elke seconde 2 miljoen rode bloedcellen gemaakt worden. Dus dat is heel erg veel. Nu, al dat bloed wordt aangemaakt in het beenmerg. En het beenmerg bevindt zich in onze botten. Voornamelijk op volwassen leeftijd in het borstbeen, in het bekken en in de rugwervels. En ook in de uiterste delen van onze lange botten. Nu, je zou denken, been is beenhart, de naam zegt het zelf. Dat is ook zo. Maar centraal in die botten bevindt zich een soort stevige, sponsachtige structuur met allemaal kleine kamertjes, kleine ruimten. En in die ruimte bevinden zich onze stamcellen. Stamcellen, de bloedstamcellen, zijn eigenlijk de moedercellen van alle cellen die zich in het bloed bevinden. De rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes, wat niet echt cellen zijn, maar kleine brokjes die van een grote cel worden afgescheurd. Nu, eens die cellen rijp zijn, gaan ze via de bloedvaten, die sterk door bloed door het beenmerg lopen, het beenmerg verlaten en in de bloedbaan terechtkomen en daar over het lichaam verspreid worden en hun functie gaan uitoefenen. Tegenwoordig redden bloedtransfusies elke dag levens. Maar tot een dikke 100 jaar geleden waren bloedtransfusies een soort loterij. Je haalde het of je haalde het niet, niemand kon het voorspellen. De eerste persoon waarvan we weten, omdat het beschreven is, dat ze een bloedtransfusie overleefde, was Minnie Hallstedt. En dat was in 1881. En Minnie was net bevallen. Ze had daarbij heel veel bloed verloren, zoals wel vaker voorkomt, helaas. En ze was echt stervende. En haar broer, William Hallstedt, een chirurg, die kwam bij haar en die zag dat hij iets moest doen. Wat deed hij? Hij gaf onmiddellijk bloed. Hij transfundeerde dat onmiddellijk in zijn zus. En daarna opereerde hij haar ook nog eens. En ze heeft het overleefd, ze heeft het goed doorstaan, want ze is uiteindelijk 95 jaar geworden. Maar eigenlijk was het puur toeval. Want op dat moment wisten we nog niet dat er bloedgroepsystemen waren. Die werden maar ontdekt in 1901. Dus het was puur geluk dat de bloedgroep van William overeenkwam en de juiste was voor Minnie.
Dus als je het foute bloed krijgt, dan kan dat fataal aflopen. Maar gelukkig weten we ondertussen hoe dat allemaal in elkaar zit en kunnen we dat voorkomen. 1 op 4 mensen heeft in het leven een bloedproduct nodig. Dus alsjeblieft, registreer je als bloeddonor en red mensenlevens elke dag opnieuw. Ik ben O-negatief, dus ik zou dringend mijn allereerste afspraak moeten maken om bloed te gaan geven. En je weet het, jouw volgende afspraak is volgende week zondag voor een nieuwe video van de Universiteit van Vlaanderen op YouTube, VRT Max en alle podcast-apps. Tot dan!